bij deze nieuwe aflevering van Fatality Gaming NL. Vandaag doen wij hier Flight Simulator. In deze series leren wij jullie allemaal hoe je moet vliegen. Ik ben hier vandaag met Rick. Hij heeft ook, heel veel ervaring. Ik vlieg zelf al 6 jaar. En Rick vliegt... jaar of 8? 8 jaar. Ik heb eigenlijk van hem het vliegen in mijn wieg. Ja, eigenlijk van mijn vader. Ik vroeg ooit om een spel van... bestaat er een spel dat je kan vliegen? En dus, ja, dat bestaat. En we hadden er toevallig geen. Dus, zie hier het resultaat. We gaan vandaag 2 dingen doen. We gaan sowieso eerst de view modes allemaal goed zetten. Spot, zo ja, oké. Dan hebben wij nu cockpit, spot. Dit moet recht de vleugel zijn. Views, aircraft, right side window. Oké, cockpit, spot, ver en vleugel. Oké, vandaag gaan we jullie leren taxiën en opstijgen. Dit zijn de 2 makkelijkste dingen. Een beetje. Nou, er komt tussendoor ook nog iets moeilijks, hè? Tussendoor komt ook nog iets moeilijks, zoals het gebruiken van de radio. Ja, radio, maar dat is niet vandaag. De volgende aflevering is radio en hoe je een vliegtuig opstart. Rick zit naast mij, hij gaat mij helpen. We zitten hier in een Boeing 737-500 van Lufthansa, van de Duitsers. En eerst gaan we pushbacken door op shift P te drukken. Dan komt de pushback car en dan de parking brake af met punt. Hey Joep, ja. Vlieg je nu VFR? Ja. Oké, misschien moeten we in een aflevering, ik weet niet welke, maar een aflevering, misschien een IFR take-off doen. Ja, we gaan ook leren hoe je ILS approach moet doen. Ja, leg de mensen maar eens even haarfijn uit wat VFR en IFR is. VFR is Visual Flight Rules, dat betekent dat zeg maar de toren jou niet echt helpt, dat jij zelf vliegt en zelf eigenlijk bedenkt waar je naartoe gaat. IFR is Instrument Flight Rules, dan zegt de toren ga naar daar en daar en dan moet je dan zelf naartoe vliegen of je stelt het in op de automatische piloot, wat we jullie ook gaan leren. Als jullie deze serie helemaal hebben gevolgd en of hebben afgerond helemaal, dan kan ik jullie vertellen dat jullie een grote voorsprong hebben op de rest als je piloot wil worden. Dan mag er gelachen worden. Een team. Fantastische uitleg. Gewoon een team. Ja. Elke aflevering doen we even vertellen welke wat je eigenlijk hiervoor, hoe belangrijk dit is. En hoe ik het heb gedaan, daar geven wij een punt op. En bijvoorbeeld, niet dat ik mijzelf gewoon een 10 geef, maar ik kan mijzelf ook gewoon een 4 geven, zeg maar. Deze keer geen radio's. De volgende keer, en bij de volgende lessen, altijd radio's. Want uiteindelijk moet je dit gewoon leren. Ik heb een installatie om hiermee te vliegen. Je kan het ook gewoon met een toetsenbord doen, maar dan is het iets moeilijker. Nou, we zijn gepushbacked. Shift P, dan gaat het karretje weg. Parking breaker op. Dan gaan we nu alvast dingetjes instellen voor het opstijgen. Want daar kan je niet ervoor doen. Zoals je hier ziet, zit hier de flaps button. De flaps staaf, zeg maar. Die moet 3 tikjes omlaag. 1, 2, 3. Daarna gaat hier... Voor de mensen die niet weten wat flaps zijn. Flaps zijn de flappen hier. Dat wil ik zeggen. Ja, doe maar. Oké, nou flaps zitten op de... Dat waren de achterkant van de vleugels. Die kun je omlaag en omhoog doen voor het opstijgen en het landen. En die helpen voor
het verminderen van de airspeed, dus de luchtsnelheid, de snelheid in de lucht. Ja. Dan gaan nu de taxilichten aan om naar de baan te taxiën. Het logo gaat aan, de strobe gaat aan, de fasten seatbelts en de no smoking gaan aan. De DI switch hoeft niet aan, want het ijzelt helemaal niet. En de pitot. Huh? Twee DI switches? Nou, heb ik nog nooit gezien. Oké. Daarna halen we de parkingbreker af en doen we de normale remmer op. Dan sturen we met onze voetpedalen naar links. En dan geven we een heel klein beetje gas. Dat het omhoog gaat. Dan zoals... Mensen, het ging even fout, maar we staan hier nu weer ongeveer op dezelfde plek, maar dan andersom. Dus we gaan nu wegrijden. Je doet de gas een beetje omhoog. De flaps moeten trouwens weer 3 omlaag. Je doet de gas een beetje omhoog. En zoals je ziet, gaat hij rijden. Hier links zie je de altimeter. Daar wijst eigenlijk aan hoe snel en hoe hoog je zit en op welke hoek je klimt. We taxiën nu naar de baan toe. De taxilichten staan nog steeds aan. Ik ga even iets hoger zitten. Dan doe je Shift-Enter. En iets verder weg. Control-Enter. En ik zoom een beetje uit. Dan kan ik beter zien wat er gebeurt allemaal. Zoals je ziet, zit er in de cockpit heel veel knopjes. En ik ga jullie ook gewoon leren wat alle knopjes betekenen. Dus stel hierboven me zit gewoon één klein knopje. Dan ga ik jullie dus leren wat het knopje doet. Als je vragen hebt natuurlijk over knopjes, dan mag je het ook vragen. Bijvoorbeeld hier de Fire Warn recht voor me. Dan ontvangen we de vragen graag. En dan beantwoorden ze ook graag. Ja, want na al die jaren van oefenen en al met het vliegen, wil je toch wel ooit echt professioneel piloot worden, alle twee denk ik. Een duo. Dus, ja, dat wij gewoon samen in de cockpit mogen zitten. Want dit is gewoon... Dat mochten we ook, hè, in Schiphol. Ja. Als we bij de baan zijn aangekomen, moet je hier stoppen. Brakes. Daarna, hier zie je deze 4 hendeltjes. Daar moet je op klikken. Dat zijn de landingslichten. Maar die gebruik je ook bij het opstijgen om meer zicht te hebben. Daarna ga je even alles na of alles werkt. Het stuur werkt. Naar links, naar rechts werkt. De speedbrake werkt. De reverse werkt. Gassen werkt. Parkingbrake werkt. De radio's hoeven niet te testen. Dat is in de volgende aflevering en volgende. Alle kleppen en alle deuren en bakken zijn dicht. Dus normaal zouden we nu vragen of we mochten opstijgen. Maar nu zijn wij even zo brutaal dat we het zelf doen. Dan mag er gelachen worden. Hier moet je ook vooral op letten dat de fasten seatbelts, hier dit knopje hier, dat die omlaag staat. Dat is denk ik aan, ik weet niet, is omlaag aan of omhoog aan? Ik denk omlaag. Maar... Nee, omhoog is uit en omlaag is aan. Oké. Dus nu staat hij aan. Dit betekent dat de passagiers, de denkbeeldige passagiers, gaan zitten. Zoals je ziet staan we nu recht op de baan, dit is Eindhoven. Dus we gaan opstijgen. Eerst hou je de rem in, zoals je ziet linksonder. Dan geef je half gas. Dan kijk je of het vliegtuig erop reageert. Of je ander geluid hoort en al. Zie je, dan begint hij langzaam te rijden door de kracht. Dan laat je de rem los. En dan geef je volledig gas. Zoals je ziet,
zijn die twee hendels helemaal naar voren, want we hebben twee motoren. Zorg ervoor met je pedalen op de grond dat het vliegtuig een beetje recht op de baan blijft. Als je met dit vliegtuig 140 à 150 knopen gaat, ben je bij V1, de point of no return, en dan moet je wel optrekken. Bij V2 moet je echt optrekken. Dus. Maar voorbij V1 heb je, als je, en je hebt een probleem, dan ben je de sjaak. Oké, ik heb nu aan het stuur getrokken en ik blijf niet heel hard trekken, want dan gaat hij steeds verder omhoog en dan val je uiteindelijk uit de lucht. Dus je moet hem gewoon voor zorgen dat hij langzaam blijft stijgen. En hij moet eigenlijk hier op 11 graden stijgen. Dus we mogen nog iets hoger. Zo. Als je opgestegen bent en je bent boven de 100 voet. Of nee, de 500 voet. Dat is een echte wet die Rick denk ik niet kent. Dan pas mogen de wielen in. Dan druk je op G. Wat? Boven de 500 voet mogen de wielen pas in. Ja, dat is een echte wet. Nou, zoals je ziet zijn we nu opgestegen. We zitten in de lucht. Dan gaan de flaps weer eraf. Daar heb ik een knopje voor. Die stop je helemaal omhoog. Het vliegtuig zal steeds harder gaan. Hij gaat nu al 266, 270 knopen. Dat is... Ja, hoe snel zou dat zijn, Rick? Heel hard. Heel hard. Dan ga je denk ik al met de 400 kilometer. 400 kilometer, oké. Okay. Een beetje laggy, zoals je ziet. Daar achter ons ligt Eindhoven Airport. We zijn nog steeds aan het stijgen. Dan gaan nu de landingslichten uit. De taxilichten uit. Zoals je ziet, we hebben nu overspeed, zegt hij rechts onderin. Dat betekent dat we te hard gaan. Dus dan... Doe je het gas weer omlaag, zodat hij zachter gaat. Als je eenmaal op de goede hoogte zit, dan stel je de piloot in dat hij op die hoogte blijft vliegen. En dan mag de seatbelts weer uit, dat de mensen door het vliegtuig mogen lopen. Als jullie deze video leuk vonden, laat dan een blauw duimpje achter. Een blauw duimpje omhoog, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dan hoop ik dat jullie... Wat? Smash hem kapot. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer met Rick weer zie bij de radio's. En bij het opstarten van deze Boeing 737-500. Ik zeg like, reageer. En abonneer. Ja.